Dames en heren, in aansluiting op wat collega Tom Verijn daar straks als een soort van captatio benevolentiae heeft gebruikt, wil ik vooral de schaarse heren feliciteren die vandaag de euvele moed gehad hebben om nota bene op Vrouwendag zich op de openbare weg te begeven. En die er bovendien dan nog in geslaagd zijn van heel huids tot hier te geraken. Ik begrijp dat ik het enige obstakel ben om te gaan genieten van een welverdiende rust in het middagzonnetje. Het is een prachtige lentedag vandaag. En ik heb goed nieuws voor u. Ondanks alle zorg die besteed is aan het maken van mijn presentatie en aan de filmpjes die daarbij hoorden, en ondanks alle deskundige zorgen hier ter plaatse door onze projectionist, die zelf een van de eerste, heb ik daar straks begrepen, zorgverpleegkundigen is van het Vlaamse land. Dus ondanks al die zorg lukt het ons toch niet om de filmpjes af te spelen. Voor u staat dus een specialist in de beeldvorming die het zonder beelden zal moeten doen. Ik zal proberen van wat beeldrijker taal te gebruiken, ter compensatie. Om het allemaal nog een beetje erger te maken, terwijl u zit te verlangen naar uw middagmaal, moet ik de kwelling verhogen door over zoetigheid te spreken. Mijn voordracht gaat hoofdzakelijk over pet met FDG. En wat is FDG? Omdat u goed hebt opgelet in uw cursussen biochemie zoveel jaar geleden, gaat er een zucht van herkenning door de zaal. En u ziet dat die linkermolecule die daar staat afgebeeld, dat dat glucose is. Wel, dat fluordeoxyglucose, dat vooral bekend staat onder het letterwoord FDG, en ik laat het volledig aan uw eigen oordeel over of het toevallig is dat dat ook mijn initialen zijn. Mijn naam is Frank de Geter. Maar dus, dat fluordeoxyglucose, dat is door scheikundigen geprepareerd uit dat glucose door gewoon wat te sleutelen aan de chemie. Men heeft daar één hydroxylgroep. Ik weet niet of ik dat kan aanduiden. Ja, er is. Ja, er is een werkende muis. Dus er is hier één hydroxylgroep vervangen door een radioactief fluoratoom. Wat kan je daar dan mee doen? Wel, nu wordt het nog erger. Nu zie ik een golf van huivering door de zaal gaan. Want nu denkt u nog harder terug aan uw cursus biochemie. Wel, wat je daarmee kan doen is, je kan dat intraveneus gaan toedienen aan de patiënt. En dan verdeelt het zich in het bloed. En dan kan het worden opgenomen door de weefsels en met name door de cellen die die weefsels uitmaken. En dit is hier zo'n typische, heel eenvoudige afbeelding uit de geest van een isotopist, van een cel die... Die blauwe rand die geeft de celmembraan aan. En in die celmembraan zit een molecule dat heet een glucosetransporter, met de originele afkorting GLUT. Dat zorgt ervoor dat dat glucose wordt opgenomen in de cel. En in de cel gaat het dan gefosforileerd worden. Daar wordt glucose 6-fosfaat uit gemaakt. En dan vertrekt dat voor een hele reeks van stofwisselingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld kan dat gebruikt worden om opgeslagen te worden als glycogeen. Bijvoorbeeld kan dat afgebroken worden. Nu, door te knoeien met die chemie en door dat fluoratoom in dat FDG te brengen, ga je die eerste twee stappen respecteren. Dus ook het fluordeoxyglucose wordt opgenomen door de cel en wordt vervolgens gefosforileerd.
Maar ten gevolge van dat fosforatoom is dat fluordeoxyglucose 6-fosfaat niet langer een substraat voor de enzymen die er normaal moeten op volgen. Dus dat fluordeoxyglucose wordt eigenlijk uitgesloten van verdere metabolisatie in de cel. En dat is gunstig, want dat betekent dat eens dat fluordeoxyglucose is opgenomen in de cel, het daar blijft zitten. En we kunnen dan beelden gaan maken van die cellen. En zo beschikken we over een techniek om die allereerste fasen van glucoseopname en van die eerste fosforilatie te gaan bekijken. En het onderscheid tussen een normale cel en een kankercel, of een van de multiple vormen van onderscheid die er bestaan, dat precies in die eerste stappen van dat glucosemetabolisme zit. Want een typische kankercel die gaat in een verhoogde mate die glucosetransporter-eiwitten gaan exprimeren in de membraan. En die gaat ook in een verhoogde mate dat hexokinase-enzym laten activeren. Het enzym dus dat die eerste fosforilatie-step gaat bewerkstelligen. En dat ziet u hier dan afgebeeld aan de rechterzijde. Om even attent te maken op de voortschrijdende tijd. Dit is dus een typisch voorbeeldje van een kankercel. En die gaat dus in verhoogde mate fosfordeoxyglucose gaan binnennemen, omdat er meer transporteiwitten zijn. En het gaat bovendien dat ook in verhoogde mate gaan fosforileren. Met andere woorden, een kankercel gaat zich onderscheiden van een normale cel door een verhoogde opname van dat FDG. En in verband met colonkanker specifiek is er aangetoond dat die FDG-stapeling en dus ook die expressie van dat GLUT1-eiwit, dat die verband houdt met de differentiatie van de tumor. Minder gedifferentieerde tumoren gaan in verhoogde mate FDG gaan stapelen en meer invasieve tumoren gaan ook in een verhoogde mate FDG gaan stapelen. En het enige wat je dan nog nodig hebt is natuurlijk een toestel dat u moet toelaten om inderdaad die beeldjes te gaan maken van hoe dat fluordeoxyglucose zich in het lichaam van de patiënt gaat verdelen. En wat u hier ziet aangegeven is eigenlijk het hart van een positronemissietomograaf. En daarin bevindt zich het hoofd van een patiënt. In het hoofd zitten bij de meeste patiënten hersenen en die capteren, omdat de hersenen veel glucose verbruiken, ook in hoge mate dat FDG. En dat FDG, dat is dus gemerkt met dat radioactief fluor. Dat fluor gaat vervallen, dat zendt positronen uit. Positronen gaan zich in het weefsel over een heel korte afstand bewegen, gaan dan elektronen ontmoeten en dat is de kus des doods, zeg ik altijd aan de studenten. Want dan gaan dat positieve elektron, dat een positron is, en dat negatieve elektron, die gaan annihileren en er ontstaan twee fotonen. En het zijn die fotonen die door die ring van detectoren die zich rondom de patiënt bevindt, gaan gedetecteerd worden en dan via allerlei elektronische hocus-pocus omgezet worden tot de beelden waarvan u vanmiddag verstoken blijft. En dan is het enige wat mij nog rest u dit toestel te verkopen. Dit is een PET-toestel zoals het eruit ziet, eigenlijk nauwelijks verschillend van qua uitzicht dan van een MR of van een CT. En ik ben eigenlijk wel een inwijkeling in West-Vlaanderen, maar ik heb toch al een beetje de manieren hier overgenomen. Eigenlijk ben ik bezig met u meteen een dubbel toestel aan te smeren. Dit is niet een PET louter, maar ook een PET-CT. Er zit ook een CT-toestel in dat apparaat verwerkt.
En trouwens, er worden geen andere PET-toestellen meer op de markt gebracht. Ze zijn altijd automatisch voorzien van een CT. En die CT die is nuttig omdat die ons toelaat van ten eerste de straling die enorm verzwakt wordt door het lichaam van de patiënt, die dus in een verzwakte vorm naar buiten treedt, waardoor we diepere structuren minder goed in het licht kunnen stellen. Wel, dankzij die CT kunnen we corrigeren voor die verzwakking van de straling en kunnen we een beter inzicht krijgen over hoe de tracer zich driedimensioneel in het lichaam verdeelt. Maar bovendien laat die CT ons ook toe om onze PET-beelden te gaan vergelijken met de CT-beelden en zo te komen tot een betere lokalisatie van de afwijkingen die we vaststellen en vaak ook tot het definiëren van een anatomisch substraat voor de afwijking. En gelukkig heb ik ook een aantal niet-filmpjes gemaakt, een paar vaste beeldjes. Dit hier is bijvoorbeeld een patiënt die een rectumcarcinoom had. U ziet hier een, dit is de CT, dit is een reeks van CT-beelden, transversale coupes. De bovenste rij zijn de PET-beelden en de onderste beelden zijn de gefuseerde PET- en CT-beelden, dus waar de PET-informatie aan de hand van, in dit geval, een zwart-gele kleurenschaal wordt weergegeven bovenop de anatomische informatie die voortkomt uit de beelden van de CT. Dit hier is de blaas, die ook op de PET-beelden sterk actief is, omdat het FDG wordt uitgescheiden via de nieren. Maar deze zwarte ring, die hoort daar helemaal niet te zijn. Dit is, die stemt overeen met de... Oh, oh. Zijn er niet nog klinieclowns nodig? Dus die stemt overeen met die verdikte wand van het rectum die u ziet op de CT. Dit is een andere vorm van beelden, maar het gaat over dezelfde patiënt. En dit hier is het gezwel. En u ziet hier wat ronde structuren oplichten. Dat waren wat klieren in de omgeving. En dit is een sagitaal fusiebeeld en een coronaal fusiebeeld. Zo gaat het snel. Dan hoef ik u alleen maar te zeggen dat we ongelooflijk goed zijn, ondanks alle klunzigheid. Bijvoorbeeld voor het vaststellen van levermetastasen zijn we ten opzichte van de conventionele CT- en MR-technieken toch wel wat beter. Of je nu de gevoeligheid gaat bekijken per patiënt of per letsel. Hoe dan ook is PET het meest performante onderzoek. En hier heb ik een aantal gegevens samengebracht uit grote overzichtsstudies met grote aantallen patiënten waar men de accuraatheid van PET heeft vergeleken met die van CT. Dus enerzijds de gevoeligheid in het blauw en anderzijds de specificiteit. En dit voor in deze studie levermetastasen en extrahepatische ziekte. En u ziet dat PET uit die vergelijking toch eigenlijk telkens zeer goed naar voren komt. En ook andere grote overzichten hebben bewezen dat PET wel degelijk een gevoelige en een specifieke techniek is. Bovendien, door het koppelen van de PET aan de CT, kunnen we onze gevoeligheid en specificiteit nog iets verhogen. Ik zei het al, ik ben een inwijkeling in West-Vlaanderen, dus ik moet dan toch eerlijk genoeg zijn om, ondanks mijn verkoopspraatje, u ook de beperkingen van de techniek
diets te maken. En een eerste beperking, dat is uiteraard de fysiologische tracerstapeling. Ook de normale darm, die vertoont vaak en in wisselende mate activiteit die waarschijnlijk verbonden is met de gastrointestinale motiliteit en het spierweefsel dat in de wand van de darm zich bevindt. Dus dat is al een eerste moeilijkheid. Een tweede moeilijkheid waar we mee geplaagd zitten, vooral als we ons vergelijken met de collega's van de radiologie, dat is een gebrek aan resolutie. Resolutie wordt bij ons wel eens vaker bestudeerd aan de hand van wat men noemt fantomen. Dit zijn zo plastieke voorwerpen die kunnen gevuld worden met radioactiviteit. En dus men gaat die binnenin helemaal vullen met radioactiviteit en dan zitten daar nog kleine flacontjes in die u hier ziet. En die kleine flaconnetjes die kan je dan ook weer gaan vullen, bijvoorbeeld met radioactiviteit of met allerlei materialen, water, lucht, bot en zo meer. En u ziet dat als je daar dan een beeldje van maakt met een positrontomograaf, het moeilijk wordt om die structuren met een kleine diameter in het beeld te gaan herkennen. En we krijgen heel vaak de vraag van: hoe klein kan je gaan? En eigenlijk is daar geen eenduidig antwoord op, omdat wat je herkent afhangt van de graad van contrast tussen het betrokken letsel enerzijds en de omgeving anderzijds. Ook een heel klein letsel dat in hoge mate het FDG gaat opnemen, is soms zichtbaar op een PET. Maar gewoonlijk, we zijn gewoon van er een slag in te slaan en dan zeggen we dan aan de klinici, zo rond 1 centimeter is ongeveer de grens. Maar dus niet helemaal waar. Dan zijn er een aantal tumoren die van nature uit minder FDG gaan stapelen. We hebben al gezien dat er biochemische karakteristieken zijn die maken dat tumoren meer gaan stapelen. Maar deze zogenaamde mucineuze adenocarcinomen, waarvan u hier een histologische afbeelding ziet, die bevatten eigenlijk per volume-eenheid minder cellen dan een klassiek adenocarcinoom. Gewoon omdat de ruimte wordt opgevuld door dat mucineus colloïd. En het gevolg daarvan is dat per volume-eenheid zo'n tumor minder FDG zal gaan stapelen en dus minder warm zal voorkomen op onze beelden. Dus dat is een intrinsieke beperking. Sommige tumoren gaan minder stapelen. Een ander potentieel probleem is dat, of het een probleem is, valt misschien nog te bezien. Ik kom daar straks op terug. Maar in elk geval een mogelijkheid om PET minder positief te maken is via chemotherapie. Via al de giften die Alain Bols in de patiënten giet, wordt de tracerstapeling in de tumoren aanzienlijk verminderd. Dit hier bijvoorbeeld is een studie waar men 42 patiënten heeft bekeken die geëvalueerd werden voor levermetastasen van een colorectaal carcinoom. En u ziet hier twee verschillende types van puntjes, de grijze puntjes en de meer zwarte puntjes. En de zwarte puntjes zijn voor de patiënten die chemotherapie hebben gekregen. En u ziet dat wat hier op de x-as staat is de grootte van het letsel, wat op de y-as staat is de SUF, en dat is een maat voor de tracerstapeling in de tumor. U ziet dat in het algemeen bij patiënten die chemotherapie hebben gekregen, de tumoren de neiging hebben om minder FDG te gaan stapelen. Gewoon omdat die chemotherapie gaat interfereren met het metabolisme in de cel. En met name heeft deze studie verder gekeken naar de inhoud
van de cellen aan hexokinase. Hexokinase is dus dat enzym dat dat glucose omzet naar glucose 6-fosfaat. En het is leuk om te zien, wat hier dus aangegeven is, is de chemotherapiestatus. Dus patiënten die geen chemotherapie hebben gehad, staan telkens links. Zij die wel chemotherapie hebben gekregen, staan rechts afgebeeld. En u ziet dat de SUF lager is bij de patiënten die chemotherapie hebben gekregen. En dat dat eigenlijk vrij mooi overeenkomt met een daling van de celinhoud aan hexokinase. Dus ten gevolge van de chemotherapie wordt er geïnterfereerd met de activiteit van dat hexokinase-enzym. Het is een liedje dat ik tot in de treuren zing tegenover klinici. Vaak heeft men de neiging om de beelden te beschouwen als de gouden standaard. Dat zijn ze niet. FDG-PET is niet in staat om u een histologische diagnose te bezorgen. Het is niet al goud dat blinkt en het zijn niet allemaal kwaadaardige neoplasieën die FDG opnemen. Ook goedaardige neoplasieën kunnen FDG gaan opnemen en bijvoorbeeld adenomateuze polypen, waarvan dokter Van de Put u een aantal voorbeelden heeft getoond, die gaan ook FDG gaan stapelen, ofschoon ze nog niet kwaadaardig zijn. Overigens wel natuurlijk een relevante bevinding, omdat die polypen dan kunnen verwijderd worden, gezien het gevaar op latere ontaarding. En andere processen die ook aanleiding geven tot een verhoogde stapeling van FDG, zijn allerlei inflammatoire processen, zoals regeneratie na een behandeling, herstelreacties na een behandeling, en ook infectieuze fenomenen, zoals bijvoorbeeld abscessen, zoals je die soms wel eens ziet in de lever na een behandeling voor levermetastasen. Wat zijn dan in de klinische praktijk de indicaties? De eerste heb ik tussen haakjes gezet. Ik leg meteen uit waarom. Belangrijker is vermoeden van recidief van colorectaal carcinoom. En zeker belangrijk nu al, maar wellicht nog belangrijker wordend in de toekomst, is voorspellen en monitoren van de respons op behandeling. Voor primaire staging maakt men voorbehoud. De experten die zich daarover buigen, die zeggen dat er eigenlijk te weinig invloed is van een routine FDG op het verdere management van de patiënt om dit te kunnen verantwoorden. Dit is hier een beeldje van een meta-analyse waar men allerlei studies heeft samengenomen die zich bekommerd hebben om primaire staging van colorectale carcinomen. Die bovenste balkjes zijn voor de rectumcarcinomen. Dit zijn gepoelde studies waar dus zowel rectum als coloncarcinomen in zaten. Maar globaal ziet u dat het percentage van verandering in management van de patiënt zich tussen de 10 en de 20 gaat bevinden. En dat wordt eigenlijk een beetje als laag beoordeeld. Dat wil niet zeggen dat er niet een occasionele patiënt kan zijn die toch kan begunstigd worden door een FDG-PET uit te voeren. Belangrijke indicatie is dus het vermoeden van recidief. En dat zijn eigenlijk de oudste indicaties voor PET bij deze patiënten. Het recidief van een rectumkanker diagnosticeren in een residuele massa. Bij stijging van CEA kan je het gaan gebruiken om uit te maken of er inderdaad een tumoraal recidief bestaat. En dan voor staging-doeleinden om geacht het CEA of de tumorlokalisatie, maar vooral ook bij staging vooraleer men overgaat tot resectie van metastasen.
Ik zei al dat dit een van de oudste indicaties was. Na een behandeling voor een rectumcarcinoom blijft er in het kleine bekken vaak een fibrotische massa achter of ten gevolge van de radiotherapie een verdikte perirectale fascia. En men blijft dat zien op beeldvorming, dus is het een logische vraag, zitten daar nog tumorale cellen in, is die tumor nog actief? En dat is een vraag die wij natuurlijk bij uitstek kunnen beantwoorden. Zij het dat men best vrij lang gaat wachten na de radiotherapie, omdat radiotherapie ook allerlei effecten op zich meebrengt die gaan een invloed hebben op de FDG-PET. Bijvoorbeeld, een van de dingen die beschreven is stunning, het ondanks aanwezig zijn van tumorale cellen, minder capteren van FDG. Een ander fenomeen dat zich kan voordoen is inflammatie. En ik zei u daar straks al, inflammatie gaat ook FDG gaan capteren. En zeker in deze situatie is combinatie met de CT cruciaal, omdat die patiënten uiteraard een veranderde anatomie hebben. Gewoon één voorbeeldje van een studie. Er zijn talloze studies die hebben aangetoond dat FDG-PET een rol te spelen heeft wanneer in de follow-up van een colorectaal carcinoom het CA gaat toenemen. Dit is een studie, een vrij oude studie, waar men bij toenemend CA maar met een negatieve klassieke beeldvorming een second look interventie heeft gedaan. En u ziet daar dat PET bij de meeste patiënten correct kon voorspellen of de patiënt al dan niet operabel was. Gelukkig zijn de meeste van deze patiënten wel operabel. Daar waren er twee waar de PET in de mist ging. Een aantal patiënten zijn helaas niet operabel en de meeste daarvan werden ook correct door de PET voorspeld. Een belangrijke indicatie, zei ik daar straks al, voor FDG-PET is voor de resectie van levermetastasen. Vooraleer Tom Verin zijn messen begint te slijpen, voert hij heel vaak een FDG-PET uit om te kijken wat de algemene tumorale status van de patiënt is, of er niet ook elders nog letsels zijn en ook om de leverletsels in hun aantal en hun grootte te gaan beoordelen. En in tegenstelling tot wat ik daar straks zei over primaire staging, zijn er nu heel veel patiënten waarvan het management veranderd wordt ten gevolge van het uitvoeren van een FDG-PET. Dat zit toch duidelijk boven de 20%. Overigens is ook aangetoond dat het uitvoeren van een FDG-PET bij deze patiënten kosteneffectief is. En dan, ik zei het daar straks al, echt de indicatie van de toekomst, het monitoren van behandeling. Voor de PET moest men zich behelpen met anatomische beeldvorming en dat is eigenlijk problematisch. Er zijn criteria voor het definiëren van een tumorale respons en die zijn gedefinieerd als het verminderen van met meer dan 30% van de som van de grootste tumordiameters. Ik heb ooit eens op een voordracht als deze gezegd van de radiologen, het zijn brave borsten, maar ze kunnen het niet. Ik zou dat nu nooit meer zeggen, want nu weet ik dat de radiologen geen brave borsten zijn. Maar desalniettemin, ze kunnen het niet. Waarom kunnen ze het niet? Omdat de morfologische respons van een tumor in C laattijdig is. Het duurt lang vooraleer een tumor gaat krimpen. Als je al krimpt, want er zijn ook tumoren die vervangen worden door fibrotisch weefsel, dat je op de morfologische beeldvorming niet kan gaan onderscheiden. En dus dan weet je eigenlijk niet of er nog leefbare tumor aanwezig is. En bovendien, door veranderende medicaties,
ligt de nadruk niet altijd op cytoreductie, maar soms ook op cytostase. Dus als je bijvoorbeeld angiogenese remmers gaat toedienen, dan ga je vooral willen nagaan of de tumor zich gedijst houdt. En dat is het soort vragen dat wij met onze metabole beeldvorming wel kunnen beantwoorden. En u ziet dat we daar al heel lang mee bezig zijn. Ik bedoel de nucleaire gemeenschap, een heel oude studie uit 1996, die slaagde er al in van non-responders op de chemotherapie te onderscheiden van responders, door te gaan kijken naar de mate van tumorale opname en die te volgen in de situatie voor de behandeling, 2 weken na en 4 weken na de behandeling. U ziet dat de non-responders, dat die FDG blijven stapelen, terwijl bij de responders een duidelijke trend bestaat naar verminderde tracerstapeling over de weken heen. Dit is een fenomeen dat men beschreven heeft als flare-up. Het zijn metastasen die toch antwoorden op de chemotherapie, maar na een voorafgaande fase van een verhoogde FDG-stapeling. Ondertussen is dat time and again bevestigd. Toch moet ik u waarschuwen, het is duidelijk aangetoond dat wanneer je geen signaal meer ziet op een FDG-PET in een levermetastase, dat dit niet betekent dat er histologisch geen enkele actieve tumorale cel meer aanwezig is. We doen, zei ik daar straks al, geen microscopie. De ablatieve behandelingen van de levermetastasen zijn hier ook al de revue gepasseerd. En ook daar hebben we een plaats in het beoordelen van de respons op die behandeling. Morfologische beeldvorming is het daar ook weer moeilijk, mede door de inflammatie rond die behandelde letsels. En dit is al een wat oudere studie waar men 22 patiënten heeft bekeken op een tijdstip minder dan 3 weken na een radiofrequente of een cryoablatie van de leverletsels. En u ziet dat PET hier in een overgrote meerderheid van de gevallen correct gaat voorspellen of er nog actieve levermetastasen aanwezig zijn, ja dan nee. Er is 1 vals positieve PET in deze studie en dat is gebleken een absces te zijn. En dan nog een laatste situatie, de chemoradiotherapie voor het rectumcarcinoom, waar men hoopt dat door het nagaan met metabole beeldvorming van de respons men vroegtijdig zou kunnen ingrijpen in het therapeutisch proces en dus eventueel de therapie gaan aanpassen. En dat kadert allemaal in wat men noemt geïndividualiseerde geneeskunde, dus geen strakke behandelingsschema's die je op massa's patiënten gaat toepassen, maar behandelingsschema's die aangepast zijn aan de metabole situatie van de patiënt zelf. Dus wat u hier ziet, is de tumor response grade, die men gecorreleerd heeft met de verandering van de tumorale opname. En dus hoe groter de verandering van tumorale opname, dus hoe sterker de tumorale tracerstapeling van FDG gaat verminderen, hoe hoger deze waarde zal zijn. En dus die 1 en 2 tumor response grade, dat zijn de goede responders, dat zijn degenen die histologisch wel degelijk een respons gaan vertonen, die vertonen ook een duidelijke verandering in de tracerstapeling van FDG. En dit was
12 dagen na start van de chemoradiotherapie, dus vroegtijdig na het starten van de behandeling, zodanig dat hier inderdaad een window wordt geopend van mogelijkheden om de therapie eventueel te gaan aanpassen. In de nucleaire geneeskunde houden we ons hoofdzakelijk bezig met diagnostiek, maar toch ook in toenemende mate met behandeling. En ik was het toch ook wel verplicht om heel even de behandeling van levermetastasen aan te raken zoals wij die nu kunnen toepassen. Het gaat om wat men noemt radioembolisatie met microsferen. Microsferen zijn kleine partikeltjes. Dat kunnen harspartikels zijn, zoals wij gebruiken. Anderen gebruiken glaspartikeltjes. Maar het zijn dus echt heel kleine dingetjes, iets van 30 micron in diameter, die we kunnen gebruiken om er de leverletsels mee te emboliseren. En wat we hier eigenlijk benutten, is een observatie omtrent de bloeddoorstroming van gewoon leverweefsel versus metastasen. Het is namelijk zo dat metastasen in de lever vooral hun bloed verkrijgen via de leverarterie, via de arteria hepatica. Terwijl de rest van het leverparenchym hoofdzakelijk bloed verkrijgt via het portale systeem. En dat gaat men dan uitbuiten door precies via die vena, via die arteria hepatica, die microsferen, waar dus radioactiviteit op zit, dat 90 yttrium, dat is een beta-straler. Dus via die arteria hepatica, die moet door een kundige radioloog gekatheteriseerd worden, gaat men die microsferen gaan toedienen en ze gaan zich dan hopelijk vooral in de tumorale cellen gaan nesteren. En dat natuurlijk met de bedoeling van daar lokaal een bestralingseffect te veroorzaken, dat anderzijds de normale weefsel in de mate van het mogelijke spaart. Dit is absoluut geen eerste lijns behandeling. Dit gaat over patiënten die al vaak aan het eind van hun latijn zijn. Maar voor wie men het nuttig oordeelt om toch nog een poging te doen om die levermetastasen tot enige kalmte te bewegen. Het is een hele klus om dit te doen, want ik zeg wel mooi van de arteria hepatica te katheteriseren, maar dat is een hele klus, omdat je moet voorkomen dat die microsferen zich ook elders in de circulatie zouden gaan begeven. En die arteria hepatica, die zit op de truncus celiacus en die heeft te maken met de bevloeiing van al de structuren daar in de omgeving, bijvoorbeeld de maag en dergelijke meer. Dus er bestaat een risico dat die microsferen zouden ontsnappen naar organen waar ze niet voor bedoeld zijn. En er kunnen dus complicaties optreden indien niet de chirurg of de radioloog vooraf alle mogelijke ontsnappingsroutes voor die microsferen gaat emboliseren met coils. Dus het is een heel ingewikkelde behandeling. Komt ook dosimetrie aan te pas. Je moet bijvoorbeeld ook weten dat de microsferen niet zullen ontsnappen naar de long, waar ze ten onrechte een bestraling zouden veroorzaken. Maar als je al die voorzorgsmaatregelen in acht neemt, dan is dit toch wel weer een bijdrage tot de behandeling van de patiënt. En ik heb één uit vele studies gelicht waar men de overleving van de patiënten heeft bekeken met de best mogelijke klassieke behandeling in het groen. En dan bij dezelfde behandeling, maar gecombineerd met radioembolisatie met microsferen. En u ziet dat patiënten die op die wijze werden behandeld toch een mediane overleving hebben die een kleine 5 maand langer kan duren. En op die manier dragen we dan hopelijk toch weer positief bij tot de behandeling van de patiënt met het colorectale carcinoom. Voor de rest alleen nog maar smakelijk.